Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, hit that subscribe button. Oké, ik heb een pakket aangekregen van Desenio. Ik had een bestelling gedaan omdat mijn logeerkamer zo kaal is. Allee, onze logeerkamer hier in het huis. Dus ik dacht, ik ga die opkleuren en ik ga daar een soort van collagemuur maken. Voor als er mensen blijven slapen. Kei gezellig. Dus dat ga ik nu doen. Uitgepakt. En nu ga ik eens zien naar de posters. Ah ja, ik had het nog voor mijn slaapkamer, in onze slaapkamer. Als ik al vergeten. Als eerste heb ik deze met groene blaadjes. Dat is voor in de logeerkamer. Daar hebben ze meer tropische kleuren en tinten, dus ik vind dat beter passen. Deze, daar zit op een dream. Die hoort ook bij dat. Dan heb ik deze pineapple. Super cute, zo het kroontje van een pineapple. Ook voor in de logeerkamer. Deze heb ik voor in de logeerkamer. Een hele grote. Deze ook met zo groene bladeren. En dan heb ik er nog twee voor in de slaapkamer bij te hangen. Ik heb er daar al. Ik had een collage gezien met twee posters die ik zelf heb. En dan deze twee erbij. Dit zijn zo droogbloemen. Ik weet niet of je het goed ziet. En dan de volgende is ook weer heel groot. Dat is de gedroogd pampasgras. En dat is deze. Dat is echt super mooi. Ik ga ze in de kaders steken al. En dan maar eens kijken naar mijn opstelling op de site van Desenio. Want ik heb die opgeslagen. Dan kan ik kijken hoe ik het juist allemaal ging hangen. Want dat is wel iets super handig aan Desenio. Als je een collage muur of zo wilt maken, kun je eigenlijk gewoon op de site kiezen om een muurcollage te maken. En dan kun je eigenlijk samenstellen welke posters je wilt, waar je ze kunt hangen en welke mooi samengaan. Ze hebben trouwens ook wel heel veel inspiratie daarop voor collage muren, dus dat kun je ook checken. Maar hoe ik mijn heb gemaakt, zal ik straks even laten zien. Ik ga jullie even laten zien waar je dus een fotowand kunt maken. Je gaat naar de website, desenio.be. Dan ga je naar fotowanden, stel je fotowand samen en dan kom je hier. Hier heb je trouwens ook al heel veel inspiratie. Je kunt ook trouwens op die dingen klikken, op die foto's. En dan kun je al die posters en kaders kopen. Welke je wilt, welke je niet wilt. Dus dat is wel fijn. En hier kun je stel je fotowand samen. Dan start hier en dan kun je hier eigenlijk een setting kiezen. Ik kies even zo. En dan naar de volgende stap. Dan kun je uw formaten kiezen. Ik denk dat ik... Wat heb ik gekozen? Dit, denk ik. Dus deze heb ik. Dan gaan we naar de volgende stap. En dan klik je eigenlijk op je motief. Dan zeg je eigenlijk welke foto daarin moet. Dus je hebt hier heel veel dingen, maar je kunt ook wel hier kiezen, filteren, bijvoorbeeld als je iets met het alfabet wilt, dus voor kindjes of zo, of als je graag hier dieren wilt. Voilà, dan heb je dieren. Dus hier kun je eigenlijk alles filteren en dan kun je gewoon zo je hele fotowand gewoon samenstellen.
Dus dat is wel top. Ik ga eens kijken of ik nog opgeslagen foto. Ja, hier. Deze komt in de logeerkamer. En deze komt in de slaapkamer. Die twee posters heb ik. Dus die andere twee heb ik bijgekocht. Dus zo ziet het eruit. Super tof. Ah, en die heb ik niet. Maar ik heb wel nog een kader. Ah, ik denk dat ik daar een andere ging indoen die ik op de slaapkamer nog heb hangen. Oké, let's do this. Oké, onze slaapkamer hangt. De opstelling is een beetje anders. Normaal moest die daarnaast nog. Maar ja, met die paravan hadden we niet genoeg plaats. Dus het is zo. Ik vind het wel heel mooi. Oké, dit is de logeerkamer. Bed is even rommelig omdat ik die lakens zelfs eraf ga doen en ga wassen. En tegen deze muur gaan we ook een collage maken. Hier heb ik al één poster hangen. Maar dit is echt een grote witte lege muur. En daar ga ik dus deze collage doen. Kijk, ik mis nog één hier. Zoals je kunt zien, daar moet nog één. Maar ik vrees dat ik niet genoeg plakkertjes niet meer heb. Ik dacht dat ik net genoeg had, dat ik goed had geteld, maar nu zeker er, en nu vind ik er geen meer, tenzij ik onder er nog één heb liggen. Ik ga eens zien. Oké, ik heb dus wel degelijk één plakkertje te weinig vooraan het haakje te plakken en die kader zo op te hangen. Dus ja, er zit niks anders op dan afwachten. En op bol.com nieuwe haakjes bestellen. Oké, dus de logeerkamer wordt vervolgd. Hallo, hallo. Het is de volgende dag. En mijn plakkertjes zijn aangekomen. Dus dat wil zeggen dat ik de laatste kader nog kan ophangen. Woehoe. En dan is deze mooie gallery wall af. En dat ga ik dus nu ophangen. Yay, alles hangt, hoe mooi. Ik ben echt zo blij met deze kamer ook gewoon. Ik zou hier zelf wel willen komen slapen, maar het is natuurlijk voor onze logees of ooit baby, who knows. Maar ik ben echt super blij. Het ziet er echt zo mooi uit. Yep, very happy. Oké, ik ben dus super blij met mijn postermuur op de logeerkamer. Ik vind het echt zo tof. Ik kan zelf niet stoppen met er naar te kijken. Trouwens, ook een kei leuke achtergrond voor video's te filmen. Dat is ook altijd mooi meegenomen. En dat was echt zo handig om te maken, zo'n fotowand. Je kunt dat echt op de Decennio website gewoon helemaal samenstellen met alles wat je wilt. Kijken hoe dat eruit zou zien naast elkaar en zo. Dus ik vond dat echt super leuk om te doen. En ik heb ook weer een super leuke kortingscode voor jullie. Mijn kortingscode is 40 Thalisa. Ik zal hem ook hier ergens zetten. 40 Thalisa. Trouwens ook super leuk. Nu op de website van Decennio hebben ze ook kerstposters. Ik heb me al laten gaan. Oeps. Dus jullie weten dat ik all out ga bij kerstmis. En posters bij kerstmis. Dat is gewoon zalig, want dan kan ik onder ook al mijn kaders vervangen in kerstposters. Dus dat is ook wel mooi meegenomen natuurlijk, om met mijn code daarvan iets te kopen. Of andere posters natuurlijk. De code is geldig op alle posters, niet op de kaders, niet op handpicked en niet op gepersonaliseerde posters. Dus dan weten jullie dat ook. Maar echt genoeg superleuke posters om van te kiezen.
Ik zal ook hieronder in de beschrijving nog een linkje zetten die jullie rechtstreeks naar de website leidt en ook nog eens de kortingscode voor als jullie hem hier in beeld niet hadden gezien, dan staat daar ook nog eentje. Dus ja, laat jullie gaan zou ik zeggen. Spice up jullie rooms en jullie huis met leuke posters, leuke fotowanden. Word je zo happy van. En dat is zoveel leuker dan een saai wit huis. Oké, mensen vinden saaie witte huizen ook mooi. Ik hou ook van wit. Maar ik hou wel van een saaie wit huis met hele mooie posters. Genoeg gezeverd. Nu ga ik dit bed verversen met lakens die dan ook nog eens perfect bij mijn posters passen en de hele sfeer van deze kamer. Tadaa! Zeg nu zelf, hier wilt je toch komen logeren, hè? Ziet er toch kei tof uit, niet? Meteen een mooie poster, dus ik ben echt blij. Hier hangt trouwens ook nog een poster en ik vind wel dat die er mooi bij past. Al weet ik niet als ik die in een witte kader zou steken. Ik heb er daar eentje staan. Maar Niels zei dat goud past ook wel zo met die kleuren van het deken. Dus ik ga het misschien wel laten, want daar is ook wel goud en daar is ook goud. Dus ja, past nog wel mooi. Het enige spijtige is nu natuurlijk dat ik een leuke logeerkamer heb, maar dat er niemand kan blijven slapen. Want we zitten natuurlijk in lockdown 2.0 nog altijd. En ja, dat mag niet wegens de coronaregels. Spijtig, maar hopelijk dat we tegen kerstmis terug iets vrijer mogen zijn. Of toch alles in het nieuwe jaar. Dan kan ik iemand laten komen slapen. En mijn leuke nieuwe logeerkamer laten testen. Normaal kwamen Celine en Nick en Noah vorig weekend slapen, wat geweest is na ons Thanksgiving feestje. En dan bleven die hier slapen. Wij wonen echt maar twee straten van elkaar, Celine en ik. Maar toch, we dachten dan kan Noah al slapen. Dan zouden we hier zijn bedje zetten of zo. En daar kijk ik keihard naar uit. Konden zij ook de logeerkamer zien. Ah nee, want toen was die nog niet af. Oké, never mind. Maar alleszins, dat zou super tof geweest zijn. Maar het is helaas niet kunnen zijn. Oké, let's move on with the day. Oh, ik heb dat dekentje nog niet gelegd. Oh, dat moet ik wel nog snel doen. De finishing touch, hè. Het dekentje. Dat is trouwens allemaal van Niels, deze kleuren. Niels had dat op zijn appartement. Oei, dat is niet zo goed geplooid. Maar voilà. Tadaa! Oké, poging 2 dan. Let's move on with the day. En ik ga die lakens ineens in het machine steken. Next up, een van mijn least favorite chores in the house is kattenbaak verversen. Maar dat moet natuurlijk ook gebeuren, want anders zitten de katjes aan hun eigen kak heel de tijd en dat is ook niet tof. Kijk, hè, nu gaat Muffin echt als eerste erin. Dat doet hij altijd. Altijd als ik die ververs. Zelfs soms ben ik nog bezig met die te verversen. Dus dat deksel en zo er nog niet op. En dan gaat hij daar al pipi in doen. Yep. Dus ondertussen. Laat het tot 7:30. Ik denk heel de tijd dat het echt super laat is, omdat het zo donker is. Ik heb me net gedoucht. As you can see, ik heb een mooie puist hier. Oh, en ik blijf die maar uitpitsen, waardoor dat zo ontsteekt. Sorry trouwens voor het licht, maar dat is de tv. En ik had net mijn pakje aangekregen. Ik had besteld bij Lotte, by Lot. Kijk, hoe zalig. Oh,
Die zijn echt zalig en die zijn echt super mooi. Kijk, echt zo tof. En ik had ook nog een tas besteld, maar die zal ik morgen hier laten zien. Ik ga nu een maskertje doen met mijn Foreo. I love it. Ik gebruik dat echt zo graag, dus ik ga nu eentje doen. En terwijl ga ik blindgetrouwd Nieuw-Zeeland kijken. Dat was ik aan het volgen. Maar ik moet zeggen dat ik het wel niet zo goed vond. Blindgetrouwd Australië vond ik wel leuk om te volgen, maar dit is redelijk saai. Ik ging jullie nog mijn tas laten zien van Lot 72, denk ik dat het is, by Lot. En dit is de tas. Oh, ik vind hem echt zo mooi. En ik ga hier deze vlog afsluiten, want ik ga monteren. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet zeker niet om mijn kortingscode van Decennio te gebruiken. Like deze video, laat een leuke comment na en dan zie ik jullie snel weer. Oh,